Oké. Okay. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losdorff. Het beeld van de psychopaat klopt niet. Het wordt grotendeels bepaald door films als Silence of the Lambs en Psycho. Ze maken ongeveer 1% van de bevolking uit en volgens sommige mensen nog meer. Deze mensen trekken een spoor van ellende door de samenleving. In deze aflevering leren we deze psychopaat beter kennen, want je hebt ze zien rondlopen, ook al wist je het niet. Psychopaten missen gevoel en invoelingsvermogen. Dat is een vorm van empathie. Nee, ze hebben daar gewoon een blinde vlek. Bij hun draait alles om denken, want het zijn rationele wezens. En wat er in een ander allemaal omgaat, wat zich toont via emotie, dat treft een psychopaat gewoon niet. Ze hebben het hoogstens leren lezen. Nee, het beste wat je kunt meemaken is dat een psychopaat zich irriteert aan plotseling enthousiasme wat iemand vertoont wanneer bijvoorbeeld zijn lievelingsnummer wordt ingezet. Dat snappen ze gewoon niet. Door het gebrek aan gevoel wat deze mensen hebben, zijn ze ook zonder angst. Ze zijn onverschrokken. Vaak ook meedogenloos en wreed. Het zijn koelbloedige wezens. En als je een ander vertelt over wat psychopaten allemaal flikken, dan geloven ze het vaak gewoon niet. En dat is bij die mensen weer gebrek aan rationele empathie. In de wereld van de psychopaat is er maar eentje die telt. Zij zelf. Dit zijn ware narcisten en ze vinden zichzelf geweldig. Ze doen ook nooit iets fout en hebben ook nooit iets fout gedaan. Hun narcisme toont zich in hun materialistische doelen en hun machtshonger. Meer geld, betere positie, een dure auto, een lekker wijf. Dat zijn dingen waar ze interesse in hebben. Maar een avondje dansen, nou, ze gaan hoogstens mee om de contacten die ze daar kunnen leggen. Waarschijnlijk met een hoop gedonder hebben ze in hun kindertijd geleerd dat andere mensen anders in elkaar zitten. Dus ze hebben geleerd om die andere mensen na te doen, vaak perfect. Dat maakt dat een heleboel van hen heel erg charmant, attent en warm over kunnen komen. Vooral in standaard sociale situaties. Etiketten is daarbij hun redding en spontaniteit hun ramp. Want gebeurt er iets uitzonderlijks in sociale zin, dan vallen ze daarbij snel door de mand, door raar sociaal gedrag. In een wereld waar maar één persoon telt, mag die persoon doen wat hij wil. Dus liegen ook. Dat kunnen ze heel goed. Ook weten ze angsten bij andere mensen op te wekken of de bestaande angsten te mobiliseren voor hun eigen doelen. Tal van moderne onheilsthema's, die worden dus ook beheerst door psychopaten. En in een relatie bedriegen ze hun partner heel dikwijls. Dat om bijvoorbeeld door te groeien naar een beter model. Of ze spelen een spelletje met hun partner, waarbij ze erop uit zijn de ander aan zijn eigen verstandelijke vermogens te doen twijfelen. Dat heet gaslighting. Nou zeg, ik had het licht toch uitgedaan? En ik zweerde dat ik hier mijn sleutels had laten liggen. Ben dan niet gek aan het worden? Psychopaten zitten werkelijk overal. In gevangenissen, maar veel meer nog in de top van onze maatschappij. Ze zijn misschien tijdelijk vermomd als idealist en werken als bestuurder van een goed doel. Ze zijn makkelijker te herkennen als politici, topbestuurders, vorsten en andere bankiers. En in een wereld die vooral oog heeft voor geld en meetbare resultaten, gedijen deze rationele mensen bijzonder goed. Met hun macht, welvaart en status oefenen deze, meestal mannen, een bijzondere aantrekkingskracht uit op vrouwen. Die vallen als een blok. Nou, je kunt inmiddels een psychopaat al een stuk makkelijker herkennen. Al valt het zelfs voor experts niet mee
om met 100% zekerheid vast te stellen of iemand er een is. Heb je het vermoeden? Kijk dan naar iemands verleden, want ze trekken een spoor van ellende achter zich aan en dat proberen ze te verbergen. Bij topbestuurders lukt dat niet, want daar is de informatie gewoon openbaar. De ellende die zij nalaten wanneer ze een organisatie verlaten, ja, dat staat gewoon in de krant. Maar dat geeft niet voor ze, want de old boys die zitten net zo in elkaar en die hebben zo weer een nieuwe functie voor ze. Ja, veel psychopaten zijn verdomd goed georganiseerd. En dat begint al in de studententijd. Heb jij een psychopaat in je buurt? Geen paniek, blijf kalm, maar ga niet de confrontatie aan, want dat is gevaarlijk. Doe eerst verdere studie, bijvoorbeeld met de links onder de clip, en bepaal dan je verdere strategie. In ieder geval, succes en bedankt voor het kijken.